3, 2, 1, go. Ja, wat ik tot nu toe gezien heb na 6 jaar de speelvloer is dat de leerlingen opbloeien. Dus je ziet, ze weten zich beter te presenteren, ze zijn taliger geworden, ze kunnen beter met elkaar omgaan. En ze hebben kennis gemaakt met het vak theater en daar ook plezier aan beleefd. Ik al zei, ik wil enerzijds de kinderen het plezier in theater bijbrengen, maar ik wil ook heel graag een project wat aandacht besteedt aan taalontwikkeling en conflictbeheersing in het kader van de vreedzame school. We zijn toen gestart met een pilot, met een paar klassen. En inmiddels zijn we nu in schooljaar 2015-2016 en alle kinderen krijgen nu de speelvloer. Dus wij hebben gekozen voor blokken van 12 weken. Dus dan krijgen ze elke week een uur, 3 kwartier aan een uur de speelvloer les. Op een gegeven ogenblik kreeg ik te horen dat er ook een deskundige was op het gebied van drama bij Mokka. En het is Judith. En Judith heb ik toen uitgenodigd, is met haar gesproken over het project De Speelvloer. Ze zei, nou, ik wil er wel bij betrokken zijn om eens te kijken of wat ik nog aan kan toevoegen. En het is geweldig. Het is goed om iemand te hebben waar je nog eens even een ander aan kan uitleggen. We zagen bij de eerste pilot al, het eerste jaar, bij de 2 groepen, 3 groepen waar we toen mee in de slag gingen, zag je na die 12, of er waren 14 lessen, zag je al een ontwikkeling. En dat heeft te maken met speelplezier, dat heeft te maken met openheid, dat heeft te maken met dat je jezelf... laat ik het ook zeggen, er zijn kinderen die zijn heel goed met rekenen en taal. Maar die zijn niet zo goed in toneelspelen. En daar krijg ik kinderen die juist goed zijn in toneelspelen, die krijgen daar nou een kans. En die ontdekken dan dat ze daar goed in zijn, dat ze dat prettig vinden. Wat is de rol van het leerlijnenlab van Mokka? En die gaat ons dan inderdaad ook helpen om die leerlijnen te verbeteren. Maar het is ook zo dat, omdat ze zo enthousiast zijn over het project en willen het door laten gaan, heeft Mokka ook gezegd van we gaan kijken of we het financieel kunnen ondersteunen. Daar is geld voor en daar heb ik ook een aanvraag voor gedaan samen met de Meervaart, met Vierwest. En dat is gehonoreerd, dus we krijgen nu een substantieel bedrag om de speelvloer verder uit te bouwen. En daar ben ik wel hartstikke blij mee. Ja.